Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag ga ik het hebben over de nieuwe verlichting in het aquarium achter mij. Ja, jullie weten het inmiddels allemaal. Dit aquarium achter mij heeft de afgelopen maanden heel wat veranderingen doorgegaan. Het is gegaan van een koudwater sluierstaart aquarium naar een tropisch beplant aquarium. Inmiddels bom. Vol met planten. Eindelijk weer terug naar mijn plantenbakkie. Nu zat er verlichting op waar ik prima tevreden over was. Maar ik moet zeggen dat ik een upgrade heb gehad qua verlichting. En daar wil ik jullie allemaal zeker eens mee naartoe nemen. Ja, nu ik ook weer meer terug wou naar een plantenbak. En laten we zeggen dat ik in het aquarium achter me qua inrichting nog lang niet ben waar ik wil zijn. Liever zou ik hem veel meer rode planten nog gooien. Zou ik eigenlijk ook CO2 weer terug op het aquarium willen zetten. En echt gaan naar een Hollandse plantenbak. Want momenteel is het zeker een plantenbak. Maar toch met soorten die nog heel makkelijk zijn. Niet veel verlichting nodig hebben. En heel veel van de soorten hier achter mij zaten ook gewoon bij het sluieraquarium zelf. Dus over tijd zal ik dat nog wel gaan veranderen. Dat zijn allemaal nog heel erg low maintenance planten. En eigenlijk wil ik best wel naar een high maintenance echte plantenbak. Want dat is toch wel voor mij wel gewoon een droom om dat aquarium te hebben. Maar het is wel zo dat ik een enorme upgrade heb gehad qua verlichting. En daar wil ik jullie dus vandaag mee naartoe nemen. Om precies te zijn de unboxing en de installatie van mijn nieuwe LED aquaristiek aquariumverlichting. Een verlichting die zodanig veel opties heeft dat ik inmiddels hem 4-5 weken heb draaien en eigenlijk nog relatief weinig weet. Dus laat ook zeker al wat weten in de reacties of alvast. Kijk eerst de video, laat het dan weten wat jullie nog meer willen weten over deze verlichting. En misschien kan er dan wel een deel 2 achteraan komen. Ook ben ik niet zo heel erg gewend om techniekvideo's te maken, dus laat ook zeker even weten wat jullie daarvan vinden. Ja, goed. LED aquaristiek. Het zit letterlijk al in de naam dat het dus gaat om LED aquaria. Nu is LED aquaristiek een Duits bedrijf dat in Nederland niet heel erg bekend is. Maar inmiddels ben ik al zo fan van de verlichting dat ik zeker denk dat in Nederland een grotere naam mag hebben. In de afgelopen livestreams hebben jullie het effect er wel van gezien. Ik ben er nog steeds een beetje mee aan het prutsen en aan het uitzoeken van hoe werkt dit nou precies. Wat zijn de opties en vooral wat werkt het beste voor mijn aquarium. Want de hoeveelheid opties deze verlichting heeft is zodanig veel dat het voor mij nog altijd een enorme zoektocht is. Helemaal omdat alles aan te passen is. En natuurlijk elk aquarium, ja, net wat anders in elkaar zit, waardoor de juiste samenstelling van verlichting zoeken ook voor elk aquarium weer anders is. Nu is het zo dat in elk aquarium verlichting nodig is. Niet per se voor de vissen, maar grotendeels omdat wij graag onze vissen willen zien en voor de planten. De planten hebben verschillende kleuren verlichting nodig, verschillende sterkte verlichting nodig. Zo hebben ze rood licht nodig, blauw licht nodig en wit licht nodig. Nou ja, dat witte licht is trouwens ook grotendeels voor ons. Vooral dat rode en blauwe licht is erg belangrijk. De verhouding daarvan en balans daarvan is een beetje afhankelijk van welke planten je hebt. En ja, hoe ze in de natuur bij elkaar staan. Planten die van nature midden in de schaduw staan, hebben weer een ander balans van verlichting nodig als ander soort planten. Dus dat is ook in elk aquarium weer anders. Ook is het zo dat jouw verlichting natuurlijk altijd in balans moet staan met jouw CO2 en jouw voeding. Om ervoor te zorgen dat de voeding voor de planten, de verlichting voor de planten, de CO2 dus in balans staan en daarmee voorkom of genees je alg. Die verlichting is daarin echt een key player. Vaak is het zo als jij een CO2 tekort hebt, je de CO2 kunt gaan toevoegen, maar ook je verlichting en voeding voor je planten naar beneden kunt halen. Om op die manier er weer voor te zorgen dat die driehoek weer terug in balans komt. Die verlichting kunnen stellen en kunnen verstellen is dus heel erg handig en heel erg belangrijk. En die zoektocht is dus niet ook alleen om de tijdsduur van de verlichting. Hè. Je kunt verlichting in principe, in sommige bakken is bij wijze van 6 uur genoeg. In andere bakken kun je verlichting 14 uur aan hebben staan. Als we het even hebben over LED-verlichting. TL is even een ander verhaal. Maar ook vooral de intensiteit is heel belangrijk. En die kunnen verstellen is heel erg handig in bakken met verlichting. Met LED-verlichting is dat sowieso heel erg makkelijk. En met de balken die ik hier nu achter me heb hangen, is het helemaal ideaal. Dus laten we daar vooral even verder naar kijken. Om even helemaal precies te zijn over de verlichting die ik heb. Ik heb de Aqualumix Freshwater 89 cm kit met de Sunriser 4 Plus en Power Supply. Ook heb ik waterkoeling.
Voor mijn verlichting. Waterkoeling voor mijn verlichting. Had ik ook nog nooit van gehoord. Daar kom ik straks op terug. Het is namelijk zo dat LED aquaristiek al heel erg veel verschillende soorten van verlichting heeft. Dus zo hebben ze de fresh water die ik dus heb. Maar ook bijvoorbeeld Amazon Grow of ook echt zoutwaterlampen. Dus ja, saltwater. Dan zijn de Sunrisers, ze hebben verschillende types, ik heb dus de Sunriser 4, zijn de controllers. Dus degene waarmee je alles instelt, je programma's instelt, degene die ervoor zorgen dat jouw lampen aan en uit gaan. En alle programma's, alle opties, noem het allemaal maar op, dat doe je dus via die Sunriser. Nu ga ik jullie vandaag dus meenemen naar de unboxing en de installatie en zal ik jullie ondertussen vertellen wat het is en wat het doet. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug met het eindresultaat. Goed, eerst kijken we even naar de unboxing. Ik moet zeggen, dit was zo vreselijk goed verpakt dat het onmogelijk was dat er iets kapot zou kunnen gaan tijdens vervoer. Wat natuurlijk wel heel erg fijn is met hoe we weten hoe de post met pakketjes omgaat. Hier hebben we dus de verlichting. En het grappige is dat de lampen, eigenlijk 4 lampen in één zijn. Ook met 4 afzonderlijk te sturen kanalen. Wat betekent dat je in de 4 kanalen die de lamp heeft, eigenlijk ook nog eens 4 verschillende programma's kunt zetten. En dus echt alles identiek kunt sturen. Ook zit er een vreselijk goede Nederlandse gebruiksaanwijzing bij. Wat natuurlijk niet heel vaak voorkomt met een Duits bedrijf. Waardoor alles ook gewoon heel erg duidelijk uitgelegd wordt. Hier kijken we dus even naar een stukje van de waterkoeling. Deze verlichting wordt dus gekoeld door aquariumwater. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg uitzonderlijk is. En ik eigenlijk ook niet kende dat het een ding was. Maar het werkt eigenlijk wel heel erg grappig. Door naar de voeding die bij de set zat. Ik zal de set gaan linken in de beschrijving. Was dit wel een serieuze voeding. En zoals mijn vader ook zei, van serieuze kwaliteit die voeding. Dus dat is wel heel erg fijn. Kijkend naar de lamp zelf heeft hij uitschuifbare pootjes, wat betekent dat hij dus voor elke bak wel past. Natuurlijk zijn er verschillende lengtes van de lampen en zul je de lamp moeten hebben die het meest bij jouw aquarium, best bij jouw aquarium past. Maar je kunt het in ieder geval nog uitschuiven. Ook heeft hij verschillende soorten pootjes. De ene staat hij, legt het in de bak en met de andere erop. Hier kijken we dus naar hoe die in de bak ligt. Ook heeft LED aquaristiek sets die ervoor zorgen dat hij bijvoorbeeld op dual of EHEM bakken kan. Dus dan hoeft hij niet eens per se op een open kap. Nu heb ik dus een trofies waar die er gewoon op ligt. Maar zo kun je dus ook sets ervoor krijgen dat het echt in je dual bak heel erg mooi past bijvoorbeeld. Wij hadden nou besloten dat we het mooist vonden om de balk dus in de bak te hebben en er niet bovenop met de staande pootjes. En hebben we hem dus vastgezet met schroefjes en op die manier blijft het ook goed zitten en schuift niet de balk alle kanten op. En laten we nu eens kijken naar de waterkoeling. Dus het teruglopen straks van het water, van de waterkoeling. Ja, dus die waterkoeling gaat hier echt helemaal doorheen. Die gaat hier zo dwars doorheen, hier doorheen weer terug. Oh ja. En zo loopt het doorheen. En daarmee koelt hij zowel de lampen als dat hij dus de bak weer verwarmt. Want ze hebben dit gedeelte, hebben ze gewoon, daar zit dus een kamer in. Oh ja. Even terug. Daarom is hij ook nog veel groter en breder natuurlijk. Ja, hij is een beetje, ze hebben daar een heel andere kamer in, weet het. Die er gewoon in zit? Ja, dit is los een pompje. Dan een schattig lief pompje. Een schattig lief pompje. Moet er. 500 liter per uur nog. Ja. Nog best wel een sterk pompje. Ja. Dat doet best nog wel wat. Ja. Nou, de bijgeleverde slang. Om aan te sluiten. Aansluiting op het pompje zelf. Ze hebben er wat voorgebogen hokjes bij gedaan. Oh, ook wel handig. Ja, want dit anders slaat hij gelijk als je het zelf buigt. Ja. Dan heb je dit. Dus dit hebben ze er gewoon reserve bij. Deze is ook hier op. Ik heb gewoon nog steeds. Deze was los, zag ik. Dus ik heb gewoon in alle hoek. Het pompje moet een bepaalde. Moet ik even naar kijken wat ook weer de stand was. Maar volgens mij moest die of zo erin. Ja, daar was inderdaad wat mee. Of zo erin. In ieder geval. Dat was vrij specifiek. Moet ik eens even opzoeken. En dat is een heel leuk fietspomp, dat het geen fietspomp is, maar we vinden het een fietspomp. Om dus de slang gewoon te krijgen. Kijk, dan moet dus die stand, dan moet hij dus ook gewoon echt zitten. Dus ja, anders doet hij het niet. Anders doet hij het niet mee. Ja, dan gaat hij een hoop herrie maken, de pomp. Oh, dat is klaar.
Nou, dit is het persslangetje naar de... En dan zetten we, hier zetten we de waterslang op, de waterkraan op. Hier zetten we de waterkraan op, vol open. Ja. Niet? Hoge drukspuit, dacht ik toch? Oh, nee. Nou ja, kijk, als het heel erg heet is, met 33 graden bijvoorbeeld, dan wil je natuurlijk niet warm water hieruit halen. Want het is al zo heet hier. Ja. Hem verwarmen door de lamp en dan terug erin. De oplossing is dan, ja, sluit hem op de kraan aan, langzaam. En je laat het lekker zo in het aquarium blubberen. Dit wordt gekoeld, die wordt langzaam koud en stroomt over. Wat wil je nog meer? Vloer wordt mooi koud en koel. Ja. Ik zie alleen maar alleen mogelijkheden. Alleen maar voordelen. Wat erg. Mijn is één een bril dat ik al deze video's wil gebruiken. Ja. Oh ja, ik zeg, kan nu de... Het is geen glas, het is een soort plastic wat er ook in zit. Okay. En we hebben hier dus, als ik het goed zie, vier lichten, eigenlijk vier lampen. Je hebt hier een lijn, nummer 1, hier ook. Die worden tegelijk aangestuurd, dat is het buitenste. LED-strips, dat zijn eigenlijk allemaal aparte LED-strips. Dan heb ik nummer 2, die LED-strip, en die wordt apart aangestuurd. Dan heb ik binnenin nog de 3. Die hebben ze verdeeld in stukjes. Ja. Dat geeft volgens mij is dat voor de kleur voor de planten. Maar weet ik niet zeker. En nummer 4. Die is veel groter. En dat zie je dus allemaal met die. En die wordt hiermee aangesloten. En dat gaat dus aan de andere kant van deze kabel. Dan hebben ze keurig stekkers. Keurig ook. Op kleur. Op kleur en op nummer. De Sunrise 4 instelbaar. En hier sluit je hem achterop aan. Als je het gewoon op nummer doet, led 1, 2, 3 en 4. Dan kan dat eigenlijk gewoon niet missen. Nee. Dus, rood. Rood is plus en zwart is min. Nummer 1. En nummer 2. En nummer 3. Nummer 4. Nou. Dat. Dan komt deze. Tik je er ook gewoon zo in. En meer is het niet. Ja. Zet hem nu voluit. Maakt hij waarschijnlijk het minst lawaai, maar je kunt, dus ook, je kunt hem ook dimmen. Oh, een lief pompje. Het is een lief pompje, alleen ik zet hem voluit, want waarom? Ja. Het is de bedoeling dat ik deze pomp laat meelopen met de regeling. Ja. Oh ja. Dus de hoofdlampen die gaan aan, alleen die gaan langzaam aan en langzaam uit. Dus de pomp gaat dan straks ook gewoon langzaam mee aan en langzaam mee uit. Oh, en, als de lampen dus voluit aanstaan, dan draait hij ook voluit. Nou, Oh, jeetje, wat een licht zit hierop. Het is niet te zien op camera, want ik kijk, wacht even, hoe ik het net had. Dit is freaking overbelicht. Maar de weerspiegeling is weg. Ik denk dat hij nou eindelijk in de bak veel genoeg is. Oh, om er doorheen te... Ja, want kijk, normaal heb je daar last van. Zie je die helemaal erin en dan heb je ook de witte muur? Nee. Heb je nou niet. Oh. Damn. Kijk. Je hebt de info. De tijden die aangaat, waar die op staat, 80%. Dit is dus nog maar 80%. Kijk, LED 4 staat op 80. LED 1 op 80. Kun je zien het? LED 2 op 100. LED 3 op 0. Dat zijn die kleuren. Oh ja. LED 4 80. Op 80. Even kijken, eens naar het verschil van licht. Is dat dus... En dan gaat hij naar de onderhoudsbeurt, gaat kennelijk alles om. Doe ik hem nu op onderhoud? Oh. Ja. Het is veel mooier, zachter. Ja, ja, dat is waar. Nu zie je witter. Ja. Nou, dus alleen het knopje duwen dus. Zo. Nou, LED uitschakelen kan dus ook. Die heb je dus ook. LED uitschakelen. En helemaal uit. Ook handig. En daar staat ook weer een tijd. Voor. Kun je ook weer instellen. Hetzelfde als
aan. Wat grappig. Als je hem weer drukt, dan gaat hij weer dan in. Gaat hij weer in zijn programma. Ja. Ja, dan komt hij mee. Natuurlijk zijn er veel meer opties dan alleen die twee. Maar dit zijn even de twee die ik jullie laat zien. Want hij kan zodanig veel dat het anders wel een heel erg lange video zal worden. Dus laat gerust weten wat jullie precies willen weten van de regeling in de reacties. Verder hebben we via de Sunriser natuurlijk het complete programma ingesteld. Per LED-lamp, die is eigenlijk vier LED-lampen in één zijn, een programma gemaakt. En daarmee was het eigenlijk klaar om te kijken hoe de bak zou reageren langetermijn op deze verlichting. Ja, en toen zat de verlichting dus op het aquarium en begon het zoeken. En dat zoeken, dat is nog steeds lang niet klaar. Het is zo omdat ik afkwam van Superfish lampen die één kleur zijn en niet heel veel doen. Maar dat was ook niet nodig, want de enige planten die bij mijn sluiers instonden waren Anubias en Javavaren en Vallisneria. En in principe hebben die al nauwelijks licht nodig. Is dus nu overgegaan op een verlichting die ik op alle mogelijke manieren kan verstellen. Ik kan meer blauw licht toevoegen als ik dat zou willen. Ik kan meer rood licht toevoegen als ik dat zou willen. En dan kan ik dan ook gewoon per half uur of per minuut kan ik dat weer gaan wisselen als ik dat zou willen. Ik kan dat per dag weer gaan wisselen als ik zou willen. Volgens mij heeft de Sunriser de ruimte voor iets van 24 verschillende programma's. Dus die kan ik ook nog wisselen als ik dat zou willen. Zoals jullie merken, heel veel opties. En inmiddels merk ik dat de planten aan de nieuwe verlichting beginnen te werken. Beginnen te wennen. Laat het duidelijk zijn dat de verlichting momenteel niet op 100% staat. Lange na niet. Ik zal jullie eventjes laten zien hoe de verlichting momenteel staat. Want op dit moment staat hij volgens mij op iets van 30%. En het mooie is ook dat het dus gewoon een onderhoudfunctie heeft. Wat betekent dat ik mijn verlichting gewoon net eventjes op een bepaalde functie aan kan zetten. Die ik natuurlijk ook zelf heb kunnen instellen. Voor het onderhoud. Alleen in mijn geval is het voor livestreams heel handig. Als het 's avonds donkerder wordt. En ik dus ja toch nog ervoor wil streamen. Dit is momenteel de onderhoudfunctie. Die nu voor een half uur aanstaat. Maar ook dat is heel makkelijk aan te passen. En ja, dit is slechts 40%. Ik zal hem eens eventjes helemaal op max zetten. Dit is de verlichting compleet max. Ik zie dat de camera hem per direct alweer braaf terugstelt en compenseert voor jullie. Maar ik denk dat het nog het duidelijkste is. Ik heb een softbox op mijn hoofd staan. En het enige wat jullie nog zien is dit zwarte. Want achter mij is er te veel verlichting voor de camera nog om te kunnen focussen op mij. Het is dus bizar hoe hard deze verlichting kan. En hoeveel licht hij dan dus geeft. Ik zal het de vissen weliswaar niet te lang aandoen. Want volgens mij worden ze niet heel gelukkig van. Ik zelf ook niet. Want mijn ogen doen er echt pijn door. En dus gaan we maar weer gewoon terug naar hetgene hoe die stond voordat ik er begon aan te prutsen. Maar ja, het is dus een verlichting met heel veel opties waar ik vreselijk blij mee ben. Wat nog altijd een beetje zoeken is van welk programma werkt nou, waar doen de planten het goed op. En als ik ook weer moeilijkere planten erin ga zetten, dan ga ik vermoedelijk het programma weer moeten aanpassen. En gaat op dit aquarium CO2 komen, wat wel het plan is, dan ga ik het programma weer moeten aanpassen. Om er dus voor te zorgen dat die driehoek in balans blijft. Nu is verlichting een relatief ingewikkeld iets, omdat het van zichzelf al een heel erg eigen wereld heeft en het dan ook nog eens een puzzelstuk is van het puzzelstuk aquarium houden. En daardoor is het zoeken, uitproberen, ja, en weten wat je aquarium nodig heeft. Laat me dus vooral weten wat jullie meer zouden willen weten. Ik zal het vast nog vaker hebben over deze verlichting. Maar ik ben heel erg tevreden met hoe het in ieder geval nu al draait. Dus mocht iemand op zoek zijn naar nieuwe verlichting en zoiets heeft van, goh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Er zijn heel erg veel verschillende goede verlichtingen op de markt. Maar van wat ik nu kan zeggen, denk ik dat deze een heel erg goede concurrent is van andere verlichtingen die we al wel kennen. Ik zal linken zetten in de beschrijving naar hetgene wat ik allemaal benoemd heb in deze video. Laat me ook vooral weten of jullie dit soort techniekvideo's interessant vinden. Want dan ga ik kijken of ik misschien meer van dit soort video's kan doen voor jullie. Dus laat het me vooral weten. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream. Dus doei!